eigenlijk locatietheater ten top. Het is in Amsterdam-Noord een heel, heel bijzonder festival. We hebben eigenlijk drie soorten. We hebben de beginnelingen, de mensen die eigenlijk net van school afkomen, de theatermakers. We hebben de gevorderde theatermakers die voor het eerst eigenlijk bezig zijn met hoe gaan we een locatie koppelen aan een theaterstuk of een theaterstuk aan een locatie. En dan hebben we de grote theaterstukken zoals bijvoorbeeld Kator, FC Bergman. Dat zijn echt de grotere, de gevestigde theatermakers. Zoals Orkator bijvoorbeeld, die heeft speciaal voor Over het IJ een stuk geschreven. En ook helemaal aangepast op de situatie, op de locatie. Ze gaan ook met de pont naar de overkant. Het gaat over de overtocht naar de Promised Land. Dus ja, het is, dat is eigenlijk Over het IJ Festival. Een kleinschalig, mooi festival. Ik denk ook niet dat het veel groter moet worden. Het is niet massaal. Het is echt voor het theaterliefhebber. Over het IJ met trots jonge, talentvolle theatermakers aan jullie. Ik ben de schit. Dat betekent dat ik jullie welkom heet. Ik wens jullie heel veel plezier en ik hoop jullie om 9:30 te zien aan de picknicktafel. De meeste containers zijn theaterlocaties. Ja. En de verzamelplekken. Daar moeten mensen bij elkaar komen. Die worden dan opgehaald door de begeleiders. En die worden dan naar de locatie gebracht waar het theaterstuk zich afspeelt. Ha ha ha!